Dag Olivier, welkom bij Uitgever in Leuven. Dank u. Kan je jezelf even voorstellen aan de fans? Ik ben Olivier Mini, ik ben van Zwevenhem afkomstig. Ik heb in Zulte-Waregem mijn jeugdopleiding gehad en dan ben ik naar Roeselare geweest. En daar 1 jaar gespeeld en dan heb ik 3 jaar bij Waaslandeveren gespeeld. En heb je al met de coach gesproken over je transfer naar hier? Ik heb de coach gesproken en daaruit kun je afleiden dat de ambitie hier heel, heel groot is. En ja, ik denk dat we samen een mooie weg kunnen inslaan. En ze hebben mij echt kunnen overtuigen om hier te kunnen tekenen. Je hebt met Roeselare en natuurlijk Waaslandeveren een paar keer aan de dreef gespeeld. Wat weet je daar nog van? Ik denk het eerste jaar met de Roeselare denk ik dat we een serieuze nederlaag gehad hebben. Ik kan niet meer precies zeggen hoeveel dat was. En dan ben ik hier ook een aantal keer met Beveren geweest. En ja, je weet als je naar de dreef komt dat het altijd een moeilijke verplaatsing is. En ja, ik ben blij dat ik hier nu zelf mag aantreden iedere week. Wat zijn jouw eerste indrukken hier van de club? Ja, het is een zeer mooie club. Hè. Je ziet ook, we hebben hier komen spelen met Beveren en dan was iedereen ook onder de indruk, ikzelf ook. En ja, je ziet dat die club hier in volle opbouw is. En ja, in staat is denk ik tot mooie dingen in de toekomst. En wat zijn jouw persoonlijke ambities voor volgend seizoen? Ik denk dat we moeten, ik ga dat eerlijk in zijn, meedoen om over te gaan. Ik denk dat de ambitie hier moet zijn. Het is een heel mooie club, mooi stadion. Het trainingscomplex is top. Dus ik denk dat alles aanwezig is om hopelijk mee te doen voor het kampioenschap.